Hoi guys, even een video tussendoor met super spannend, super leuk nieuws wat gewoon niet kon wachten en wat echt al maanden in mijn hoofd zit. Dus ik ben zo blij dat ik dit eindelijk met jullie kan delen. Ik ben niet zwanger, maar dat is wel iets anders heel erg leuks. Deze video gaat voor mij echt over dromen en het waarmaken van je dromen. Als ik naar mezelf kijk, dan heb ik altijd wel iets waar ik naartoe werk of een super grote fantasie en iets waarvan ik hoop dat het ooit uitkomt. Als je mijn kanaal al langere tijd volgt, dan weet je waarschijnlijk dat ik iemand ben die heel erg gelooft in het waarmaken van je dromen. Dus ik geloof heel erg in ideeën omzetten in concrete doelen en te bedenken hoe je iets zou kunnen doen, wanneer je dat dan gaat doen, wat daarvoor nodig is. En ik geloof ook wel dat het goed is om soms iets uit je comfortzone te doen, wat eigenlijk gewoon een beetje te spannend is, maar waar je ook wel enorm veel energie van krijgt. Ik denk dat dat de momenten zijn dat we het meest kunnen shinen als mensen en ook vaak het gelukkigst zijn. Als we onszelf een beetje uitdagen en iets doen waar we eigenlijk al jaren over fantaseren. Mijn grote dromen die liggen eigenlijk altijd in de mediawereld. Of dat nou is een blog beginnen, wat ik 10 jaar geleden als een van de eerste modebloggers ben gaan doen. Wat er toen super lelijk uitzag en alle collages maakte ik in paint en dat soort dingen. Het was echt niet te doen. Mijn andere grote droom was altijd om bij een tijdschrift te werken. Daar droomde ik echt vanaf mijn 10 al van, wat ik ook al vaker heb verteld. Toen ging ik de tijdschriften van mijn moeder lezen en had ik altijd zo'n fantasie van, oh wie weet loop ik ooit op zo'n redactie rond en maak ik verhalen samen met zo'n team. Dus met dat idee ben ik uiteindelijk bij Elle terechtgekomen. En een andere droom die ik altijd had was om een soort Plain Jane-achtig programma te maken. Dat leek me zo leuk. Dat heb ik natuurlijk afgelopen jaar voor Net 5 gedaan, waar ik nog meer mooie programma's mag maken. Natuurlijk heb ik nog de superdroom om ooit een stationery lijn te ontwikkelen met spullen waar je elke dag gelukkig van maakt. Dus ik geloof wel heel erg in een hele duidelijke visie hebben en weten wat je wil en dat vervolgens in concrete stappen op te delen. En ik geloof echt dat er heel veel mogelijk is. En de laatste paar maanden ben ik heel erg bezig geweest in mijn hoofd met iets heel erg spannends, waar ik jullie vandaag voor het eerst meer over kan vertellen. En dat is namelijk dat ik gevraagd ben als hoofdredacteur van de Linda Meijden. Dat is natuurlijk een van de meest uitgesproken, inspirerende, toffe titels voor jonge vrouwen van het hele land. Ja, ik heb ook wel eens eerder in een video gezegd dat Linda de Mol mijn grote voorbeeld is in het leven. Ik vind haar zo'n inspirerende vrouw, contentmaker, verhalenverteller. Dus is altijd een grote inspiratiebron geweest. En wat ik vooral ga doen als hoofdredacteur is met name de relatie met de lezers versterken en mooie online content maken. Dus goede video's, toffe artikelen, misschien zelfs events in real life organiseren. En gewoon heel goed aanvoelen wat wij als jonge vrouwen allemaal meemaken, waar we behoefte aan hebben, waar we over willen praten. Dus ik heb daar enorm veel zin in. Wat betekent dat nou voor alle content die ik nu maak? Alle video's, alle Instagrams? Waarschijnlijk zal het inhouden dat mijn website Chapter Friday een stukje rustiger wordt. Dat daar bijvoorbeeld eens per week een mooi artikel op komt te staan. En verder blijf ik gewoon lekker doen wat ik allemaal doe. Dus mooie video's op YouTube proberen te maken en jullie daar te inspireren. Natuurlijk dagelijks op Instagram actief te zijn. Ik denk namelijk zelf, omdat ik al zoveel jaren video's en artikelen maak voor dezezelfde doelgroep, dat het elkaar gewoon heel mooi aanvult. En dat eigenlijk een soort voelsprieten die ik heb ontwikkeld voor die doelgroep ook bij Linda Meijden in te zetten zijn. Dus ik denk dat het heel mooi naast elkaar kan bestaan. Dus dit wordt een nieuwe stap, een nieuw hoofdstuk in mijn leven, waarbij ik ook weer op een andere manier hele mooie dingen, eerlijke verhalen, mooie fotoshoots, misschien events, andere toffe online dingen voor jullie kan maken. Via een andere weg. Dus daar heb ik zoveel zin in. En ergens kriebelt het ook echt. Ik heb echt vlinders in mijn buik ervan. Het is natuurlijk een nieuwe uitdaging, een nieuwe kans. En ja, ik ben gewoon super excited. Dus, the word is out. En dit is mijn nieuwe hoofdstuk en mijn nieuwe stap. En een hele mooie kans. En ik hoop natuurlijk dat jullie me gaan volgen in dit nieuwe proces. En ik heb in ieder geval heel veel zin om jullie ook op die manier hopelijk een beetje te mogen inspireren. Als je nou nog vragen hebt over het hoe en wat en wanneer en waarom van deze stap, stel ze dan zeker in de comments, want ik vind het heel leuk om met jullie in gesprek te gaan hierover. Omdat ik het nu eindelijk kan delen. Dankjewel voor het kijken en morgen is er gewoon weer een nieuwe video. Dus veel Yara's deze week en ik zie je snel weer. Doeg!